Hoi allemaal. Ik ben Linde, ik ben 13 jaar oud en ik vaar samen met mijn moeder, zusje en stiefvader de wereld rond op onze zeilboot De Zoutrik. Het is een koopmans 42 voet en we varen nu al 20 maanden op de wereld rond. We bevinden ons nu in Panama op de Las Perlas eilanden, waar we eigenlijk nu een soort van vastzitten door het coronavirus. We kunnen geen enkele kant op en eigenlijk zitten we hier nu vast. Het is hier heel erg mooi. Zoals je ziet, we zijn nu aan het varen naar een onbewoond eiland om even de benen te kunnen strekken, want we mogen jammer genoeg nergens aan land. Maar ik ga jullie nu eventjes onze route laten zien. We zijn nu vanaf Nederland via Spanje, Portugal, de Canarische eilanden, de Kaapverdische eilanden, Suriname, Franse Guyana, het Caribisch gebied, Colombia, naar Panama gevaren. Daar liggen we nu. Dan zouden we naar Frans-Polynesië gaan. Zo, en dan naar Nieuw-Zeeland en daar zouden we dan kijken wat we gaan doen. Maar nu zitten we hier dus eigenlijk vast in Panama. Maar nu is ons plan, weten we nog niet helemaal, maar misschien naar Mexico te gaan, de USA, of naar Canada te gaan. Dat moeten we dus nog eventjes zien, maar dat was dus ons plan en wat we al gevaren hebben. Het zeilen op de boot is nog steeds heel erg leuk. Af en toe is het wel een beetje klein om met 4 personen op een boot te zitten. Met ook je moeder en je stiefvader en ook dat je moeder en je stiefvader je juf en meester zijn. En ook nog met een klein zusje van 4 jaar oud die ook school doet. En dat is af en toe wel een klein beetje klein. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om nieuwe plekken te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten. We varen nu samen met een paar boten. Een Belgische boot, nog wat Nederlandse boten en een Amerikaanse boot waar ook twee vriendinnen van mij op zitten. En dat is wel heel erg gezellig. Dus ja, ik vind het nog steeds super leuk om de wereld rond te varen. En nu weten we dus nog niet helemaal wat ons plan is, maar daar komen we ook wel weer uit. Dit was dan mijn voorstelvideo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende video. Doei!